Zit je ook in een situatie waarin je geen buitenunit van een warmtepomp wilt of kunt plaatsen? In deze video ga ik op zoek naar verschillende warmtepompsystemen die ervoor zorgen dat jij en je buren rustig kunnen slapen. De warmtepompmarkt is behoorlijk complex en bijna elke producent beweert de ideale oplossing te hebben. Installateurs van de gebruikelijke airco-achtige buitenunits zeggen vaak dat het geluid wel meevalt en dat je je geen zorgen hoeft te maken. In brochures worden dan decibelwaarden vermeld, maar wat zegt dat precies? Wat is het geluid bij de buren als de unit enkele meters van de erfgrens vandaan geplaatst wordt? Voldoet de pomp dan wel of niet? Als consument kom je daar vaak pas achter als de installateur klaar is. En toch zijn warmtepompen essentieel als het gaat om een aardgasvrije toekomst. Luchtwaterwarmtepompen met een buitenunit zijn op zich wel heel efficiënt en werken ook prima in situaties waar je voldoende ruimte aan de buitenkant hebt. Echter, in dicht bebouwde stedelijke gebieden, waar woningen dicht op elkaar staan, kan zo'n buitenunit ook voor problemen zorgen. Het goede nieuws is dat leveranciers dit probleem erkennen en langzaamaan met alternatieven komen die steeds beter worden. Om voor mezelf een overzicht te krijgen, heb ik de verschillende mogelijkheden op een rij gezet en deze wil ik hier graag met jou delen. De focus ligt hierbij op verschillende principes. Specifieke merken die ik ga noemen, dienen alleen ter illustratie. In mijn zoektocht kwam ik uit op vijf typen lucht-waterwarmtepompen waarmee je weinig tot geen geluidsoverlast buiten je woning kunt verwachten. Ik heb hierbij met name gezocht naar systemen die ook geschikt zijn voor woningen zonder tuin of eigen grond in dichtbebouwde gebieden. Bodembronnen en oppervlaktewater heb ik buiten beschouwing gelaten, omdat deze in zulke situaties vaak geen opties zijn. De eerste mogelijkheid die ik wil bespreken is het plaatsen van de buitenunit op het dak. Maar niet zomaar de standaard buitenunit met een ventilator aan de voorkant die je overal ziet staan, maar een speciale variant waarbij de warmtepomp de lucht naar boven afblaast. Voor deze optie zijn er oplossingen voor zowel hellende daken als ook platte daken. Een voorbeeld voor hellende daken is de Compress 5800i van NAVID Bosch. Dat is een monoblok warmtepomp die in een soort schoorsteen op het dak kan worden geplaatst. Monoblock betekent trouwens dat alle componenten van de warmtepomp in één unit zijn geïntegreerd, in dit geval in de buitenunit. Ook voor platte daken is er een oplossing en dat is de Blackbird monoblock warmtepomp van WeHeat. Ik zag deze laatst op een beurs en moet zeggen dat hij er veelbelovend uitziet. Bij deze warmtepomp ligt de buitenunit horizontaal en zijn verdamper en ventilator met een tussenruimte boven het dak geplaatst. De compressor bevindt zich aan de zijkant. De hele unit staat op veren waardoor hij flexibel gemonteerd kan worden. Volgens de leverancier en installateur is deze opstelling ook geschikt voor houten daken, zonder dat er sprake zou zijn van geluidsoverlast door trillingen. En toch vraag ik me af hoe het zit met dat geluid binnen in het huis. Heb jij misschien een van deze warmtepompen, of ken je iemand die er eentje heeft? Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Omdat het allebei monoblokwarmtepompen zijn, is daar binnen in het huis alleen een klein aansluitpunt nodig. Verder heb je afhankelijk van je verwarmingssysteem een buffervat voor je CV-water en een boilervat voor warmtapwater nodig. Omdat deze componenten los van elkaar kunnen geplaatst worden, heb je wat flexibiliteit in de benodigde ruimte. De voordelen van deze aanpak zijn duidelijk. De buitenunit hoeft niet in de tuin tegen de gevel of op het balkon geplaatst te worden, waar ze weer heel dicht bij de erfgrens kunnen zitten. Door de buitenunit op het dak te plaatsen en de lucht naar boven toe af te blazen, wordt het geluid naar de zijkanten toe wel een stuk minder. Dat is tenminste wat de leveranciers beweren. Vaak is er wel een plek op het dak te vinden voor deze warmtepompen, waardoor ze ook bij beperkte buitenruimte een goede optie kunnen zijn. De tweede optie voor een stille warmtepomp werkt volgens een heel ander principe. Hierbij staat er geen buitenunit met ventilator en verdampen op het dak, maar wordt de energie met PVT-panelen uit de buitenlucht gehaald. Een PVT-paneel combineert een zonnepaneel met een thermische collector erachter. De collectoren gevuld met een mengsel van water en glucool onttrekken warmte uit zowel het zonlicht als de buitenlucht. Deze warmte is de bron voor de warmtepomp die de temperatuur verder opvoert tot het niveau dat je nodig hebt voor warmtapwater en verwarming. PVT-panelen zijn bijzonder geschikt voor dichtgebouwde omgevingen omdat ze geen geluid produceren. Daarnaast benutten ze het dakoppervlak niet alleen voor elektriciteitsopwekking, maar ook voor verwarming zonder dat je ruimte voor zonnepanelen verliest. Binnen heb je wel de volledige warmtepomp nodig waarbij de compressor zich in de binnenunit bevindt. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat deze goed geïsoleerd is om geluidsoverlast te voorkomen. Hoewel PVT-panelen veel voordelen bieden, zijn er drie belangrijke nadelen. Als het buiten erg koud is, kan ijsvorming optreden, waardoor het rendement van de PVT-panelen daalt en een vorm van hulpverwarming nodig zal zijn. Hierdoor gaat het rendement in hartje winter achteruit. In de tussenseizoenen hebben de PVT-panelen juist weer een hoger rendement dan normale luchtwaterwarmtepompen, waardoor je uiteindelijk over het hele seizoen gezien toch weer op een goede SCOP gaat komen. Maar als het heel lang heel koud blijft, is dat dus wel een nadeel. Er is voldoende oppervlakte nodig om PVT-panelen te plaatsen. Dit maakt PVT-panelen minder geschikt voor appartementen of andere situaties waar het dakoppervlak beperkt is. PVT-panelen zijn duur. Een volledige warmtepompinstallatie met PVT-panelen kost momenteel tussen de 25.000 en 30.000 euro, wat aanzienlijk duurder is dan een standaard luchtwaterwarmtepomp. Een goedkope alternatief voor PVT-panelen zijn thermodynamische panelen. Ook deze panelen vervangen de traditionele buitenunit van een warmtepomp, maar werken volgens een iets ander principe dan de PVT-panelen. In plaats van een waterglycolmengsel stroomt er een koude middel doorheen dat in de panelen kan verdampen en op die manier de warmte uit de buitenlucht kan onttrekken. Deze energie wordt vervolgens naar de binnenunit geleid, waar de compressor vervolgens de temperatuur opwaardeert voor verwarming en warmtapwater. Het grote voordeel van dit systeem is dat er net als bij PVT-panelen geen geluid aan de buitenkant geproduceerd wordt, maar dat die panelen aanzienlijk goedkoper zijn dan die PVT-panelen. Het nadeel is echter dat je ook geen elektriciteit opwekt zoals bij de PVT-panelen. Dat betekent dus dat je als je thermodynamische panelen plaatst, je op dezelfde plek geen zonnestroom kunt opwekken. Een belangrijk aandachtspunt voor zowel de thermodynamische panelen als ook de PVT-panelen is dat er ijsvorming op kan treden. Beide systemen hebben geen ontdooifunctie, waardoor de efficiëntie door zo'n ijslaag ook heel erg terug kan lopen. En hoewel de warmtepomp dan nog steeds genoeg warmte kan leveren om dat huis te verwarmen, zal die warmte toch voor een groot deel met elektriciteit direct opgewekt worden, wat leidt tot een hoger elektriciteitsverbruik op koude dagen. Tot nu toe hebben we gekeken naar opties waarbij de buitenunits van de warmtepompen aangepast worden om minder of geen geluid te produceren. Maar je kan natuurlijk ook de buitenunits helemaal weglaten en de warmtepomp volledig. Binnenzetten. Steeds meer fabrikanten bieden warmtepompen zonder buitenunit aan, waarbij je in sommige gevallen ook gedeeltelijk gebruik kan maken van ventilatie als bron voor de warmtepomp. Een voorbeeld van zo'n warmtepomp zonder buitenunit is de Alfa Innotek Paros 4. Deze wordt binnengeplaatst, bijvoorbeeld in de bijkeuken, garage of op zolder, met twee muur- of dakdoorvoeren voor de aan- en afvoer van lucht. Met dit systeem heb je natuurlijk aan de buitenkant geen geluidsoverlast, omdat je geen buitenunit hebt. Als je naast de buitenlucht ook de ventilatielucht van een afzuigventilatiesysteem wil gebruiken als bron, kun je kijken naar modellen zoals de Niebe S735. Deze maken gebruik van zowel de buitenlucht als ook ventilatielucht als warmtebron. Ventilatielucht alleen is niet voldoende om een hele woning te verwarmen, dus de optie om ook buitenlucht te benutten is essentieel. Je moet natuurlijk in de woning wel de benodigde ruimte voor luchtkanalen hebben. Er komen steeds meer warmtepompen zonder buitenunit op de markt. Voorbeelden van nieuwe modellen zijn de Interion van ATAG of de Vincent van Itodaal erop. De ATAG Interion wordt naar verwachting pas in de tweede helft van 2025 beschikbaar. Helaas is de Vincent een grote mislukking gebleken. Een deel van de warmtepompen functioneerde niet naar behoren, waardoor de levering volop is stopgezet. Het is nog onduidelijk wanneer de productie weer hervat zal worden. Een aandachtspunt bij warmtepompen zonder buitenunit is dat ze vaak maar een beperkt vermogen hebben. Meestal tussen de de 3,5 en 5 kilowatt. Dit is niet genoeg voor een normale hoekwoning die maar matig geïsoleerd is. Daarnaast moet je binnen voldoende ruimte hebben voor de installatie van de warmtepomp, wat bij kleinere huizen of appartementen een uitdaging kan zijn. Zorg er ook voor dat de warmtepomp in een afgesloten kast of installatieruimte staat om geluidsoverlast van de compressor binnen in het huis te minimaliseren. De laatste optie die ik in deze video wil bespreken is het installeren van lokale warmtepompen per kamer. Het idee is simpel: in plaats van een centraal verwarmingssysteem voor het hele huis met radiatoren en één centrale warmtepomp, ga je nu per kamer verschillende aparte warmtepompunits plaatsen om die kamers te verwarmen of te koelen. Deze optie staat ook bekend als lucht-luchtwarmtepomp, want je hebt hier natuurlijk geen CV-water nodig wat je op moet warmen. De standaardmodellen die je tegenkomt, die hebben zowel een binnenunit als ook een buitenunit. Dat zijn de traditionele airco-installaties. Maar er zijn tegenwoordig ook modellen op de markt die geen buitenunit nodig hebben, waarbij de hele warmtepomp als een monoblok aan de binnenkant van de gevel geplaatst wordt. Je hebt dan alleen twee doorvoeren in de gevel nodig. Voorbeelden hiervan zijn de Eterna Fire Ice en de Innova 2.0. Beide systemen worden direct aan de gevel gemonteerd en hebben alleen twee geveldoorvoegen nodig. Met deze warmtepompen kun je ruimtes van maximaal 30 tot 35 vierkante meter zowel verwarmen als koelen. Wel zijn er ook hier een aantal aandachtspunten. Ten eerste is de efficiëntie van deze systemen in vergelijking met andere warmtepompsystemen relatief laag. Vooral bij buitentemperaturen onder het vriespunt stijgt het stroomverbruik snel aan. Daarnaast moet je bedenken dat je een monoblok warmtepomp direct in je lijfruimte plaatst. Op koude dagen, wanneer er veel warmte nodig is, zul je de warmtepomp zeker horen. Maar nu een vraag aan jou: Ken jij een type warmtepomp die geschikt is voor een binnenstedelijke omgeving die geen geluidsoverlast aan de buitenkant veroorzaakt? Of misschien heb je zelf ervaring met een van de genoemde warmtepompen, dan ben ik heel benieuwd naar jouw ervaringen daarmee? Laten we samen een overzicht maken van mogelijkheden en aandachtspunten. Als er veel nieuwe en interessante suggesties komen, zal ik er zeker een vervolgvideo op maken. Maar de buitenunit is natuurlijk niet het enige onderdeel waar je goed over na moet denken als je over wilt stappen op een warmtepomp. Net zo belangrijk is het afgiftesysteem waarmee je je kamers warm wilt krijgen. Een goede eerste stap is om te onderzoeken of je ook met je huidige radiatoren met een lagere stooktemperatuur comfortabel dat huis kunt verwarmen. Want misschien kun je je huidige radiatoren gewoon behouden en hoef je geen vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren aan te leggen. Hoe je dit eenvoudig kunt testen, laat ik je zien in deze video.